Wethouder Veldhuis had het moeilijk woensdagavond. Hij kreeg tijdens een debat over betaalbare huurwoningen aan de Genestetlaan in Nijmegen een motie van Treurnis aan zijn broek. Deze motie werd door de gehele oppositie gesteund. De wethouder liet na om bindende afspraken te maken met de projectontwikkelaar van de nieuwbouwappartementen. De huur van deze appartementen viel veel hoger uit in tegenstelling tot de afspraken die de wethouder maakte met de gemeenteraad. Die wilde juist betaalbare huurwoningen voor jongeren uit het Willemskwartier. Nu begint de huur van die woningen bij €720.